Yo gasten, Kobe van Electrex en ik heb vandaag weer een nieuwe serie van de nieuwe aflevering van de Road to Lifetime Submachine Guns opnemen. Ik heb net ook een potje gespeeld voor de headshots te doen, want als ik bij elk wapen alles moet doen, gaat deze serie veel te lang duren. Dus ik ga denk ik gewoon alle headshots al laten. Ik heb dus net de 100 headshots vrijgespeeld. Ik heb 2 revenge kills en 1 double kill, de rest moet ik alles nog doen. Daar ga ik beginnen mee. Ik heb 50 kills op de Cuda without any attachments, dus we gaan alle attachments wegdoen. Ik ga ook aan mijn tand kind dat dan in het plexel aanzetten, zodat de enemies, als ze een UAV hebben, dat ik het terug kan uitschieten. Ik ga nog overclock aanzetten, dus mijn specialist sneller. Dat science heb ik nog niet. Tactical mes dan maar. Zo. Oké, hij zit in een class set, En we gaan een potje hardcore team deathmatch doen, dus ik doe je in het potje hardcore team deathmatch. Oké, we zijn in het potje hardcore team deathmatch op de map Evac. En we zitten denk tegen redelijke tryharders. Ik hoop van niet, maar ik denk het wel. En ik ga proberen, ik hoop gewoon een 30 kills te halen, want dat is echt, dat zou echt chill zijn. Ik hoop, ja, waarschijnlijk komt hier ook eentje aangelopen. What the fuck, man? Dat was echt draak. Soms heb ik het spel echt niet, hè. Vind ik u daar zonder... Hostile UAV spotted. Ze zijn dus bijna heel dat team mee White Machine Guns te spelen en te campen. Wauw. Zelfs ook als deze map het maakt waar geen campspot in zit, dat zou echt zo'n chille map zijn. Ik ga terug negatief, jee. What the f... Die enemies, de zusters daar ook al, die spelen zo kijkt vandaag. Die enemies zitten de hele tijd te campen. Fuck off, man. Nee, oh my... Laat me dan ook reloaden. Teammate, je ziet dat je... Ja, ik kan niks zeggen. Fuck off. Als die man nu met een light machine gun van boven... Wat? Hoe kan die mij hitten? Ik stond daar achter. Nee, kutspel. Echt. Ja, kom maar, fuck off. Joris zegt een dikke camper, sta 11 op 1, hè. Ik denk, deze enemies worden echt gek. Oh, wat? Wat is bij een vijfje sturen? Kut. Oh shit, man. Ik hoor allemaal teammates boosten. UAV. Hé, hey, die ene teammate van ons gaat denk ik wel gewoon die had die UAV'tjes van hem. Oh, loop dan ook niet weg, hè. Zeg, dat is die kutcamper. Dat is die kutcamper. Nee, wacht, fuck off, ik zie niks meer. Kutcampers. What the f... Teammate! Dankjewel vriend, ik zat eindelijk eens op een streekje. Nu heb ik mijn bloedeurs die was. Heb ik mijn bloedeurs die nu of niet? Ik heb die niet opgelet. Als ik die niet haat, oh my god. Dan haat ik mijn teammate. Ja, waarschijnlijk wel, ik heb mijn UAV toch, maar. Oh, kut! Oh nee, ik heb geen teammate gekillt. Ik heb een hitmarker op. Een enemy. Fuck off. Wow, met 1. What the fuck. Hey, teammates, hebben jullie nog een UAV of niet? En dat zou echt chill zijn. Fuck. 12 op 7 is op zich nog redelijk goed. Oké, ach, godverdomme. Die Joris Jolens kerk, maar volgens mij zijn we nu op aan het aflopen. Want eerst om 11 op 1, nu 16 op 7. Dus volgens mij... Ik ben niet meer aan het campen.
Hoop ik. Teammates wil je UAV, ja, want ik weet echt niet waar die enemies zitten namelijk. Ik hoor rechts iemand schieten. Volgens mij spawn die hier. Ah! Waar zit allemaal in een spawn? Ah! Die ligt weer op de grond. Wauw. Echt, elke onze campers moet ze gewoon pennen op Call of Duty. En die was gewoon raak, maar blijkbaar niet. De campers moet ze echt gewoon pennen. Fuck off. Daar is die mensen light machine gun, hè, die gast. Joris. Hostile Hellstorm overhead. Hellstorm. Ah, hij mist zijn Hellstorm. GG man. Oh, terug een double kill. Dat is goed, want ik had er 5 nodig. Nog één kill, ik heb terug een bloeder. Friendly UAV inbound. Zo. UAV. Wat de ads boven. Ah, kut, waarom challenge ik die nog? Ja, zeg. Maar niet uit. Hey, die ene teammate van mij gaat echt goed. Ik heb mijn. Wauw, teammate pakt ze allemaal. Dat was echt een verspilling, weg, weet ik wel. Echt, maakt niet uit. Ah, kut. Ja, wauw! Die zitten met 2 te campen in een. Ja, oké, ik kan niks zeggen. Ze zijn de beste enemies ooit. Kut, ik ga langs boven. Van mijn booster verkeerd. Oh, ze zijn al gewoon. Oké, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe, ja, deze serie van Road to Diamond Submachine Guns. We hebben nu, ik weet niet, twee bloedeurses hadden en in totaal hebben we nu 3 double kills, denk ik. Ik ben niet zeker, dus ik ga nog eens nakijken. Prachtige killcam ook met zijn AG40. Oké, okay. Even wachten. Stap 2 met mijn slash and burn. Even headshotten. Oh nee, ik kijk niet meer af staan. Even rage quitten dan. Die rechtse. Oké, 1913 is niet echt een goede score. Ik ben blij dat ik positief ging, want in het begin ging ik echt super slecht. Nu viel het op zich nog wel mee. Dus ja, ik denk dat we deze serie, alleen dat we deze CUDA, dat de CUDA wel op 5 afleveringen zou kunnen doen. 5 potjes hardcore team deathmatch lukt volgens mij, want... Ah ja, ik had... Hoeveel kills had ik? 19, dus dan heb ik nog 31 kills te gaan zonder attachments. Ja, dit was niet echt zo goed. Zie die laatste 3 potjes. Bij die van 0,75 range deed ik echt zo hard, hè. Oké, maakt niet uit. Create class. Cuda, Camo. We hebben nog 5 revenge kills, ja dat krijg je automatisch. Nog 31 kills zonder attachments, nog 3 blue thirsties, nog 1 double kill. Oh, ik had dacht dat ik er nog 2 moest. En dan nog 50 kills met daar. Alleen mee een optic en 5 attachments equipped. Dan heb ik die gold. En dan moet ik nog... En dan met Cuda moet ik de VMP doen, dan ga ik Carver doen, want ik vind dat behouden echt een kutwapen. Gaan we Weevil, Vesp, ja Vesp is ook sowieso kaar, want op hardcore is dat denk ik ook niet echt zo goed. De Pharaoh en de Razorback. Volgens mij moet dat wel lukken. Ik ga even het potje leven, fuck off. Oké, hoop van deze aflevering leuk. Zo ja, vergeet dat niet te liken, subscriben voor meer. Dus ik volg een keer terug. Later!